Het leek ons goed om even bij te praten met coach Erik Braal natuurlijk en voorzitter Jannes Stokroos over deze onvoorstelbare situatie die is ontstaan in Nederland, wat heet in de hele wereld. En bij deze gelegenheid hebben we Sylvia gevraagd om als gebarentolk op te treden, omdat een deel van de donorsupporters dit zeer waarschijnlijk wel zullen waarderen. En dat in het kader van Together. Erik, hoe is het met je? Hoe ga je met deze omstandigheden om? Nou, allereerst, het gaat goed, hè, dus naar de omstandigheden. Niet ziek of verkouden of dat soort dingetjes en zo. Ik probeer keurig alle richtlijnen te volgen en gewoon me af te zonderen en alleen naar buiten te gaan als het noodzakelijk is. Maar ja, uiteraard is het een bijzondere situatie die ook wel wat aanpassingen vraagt en waar je langzamerhand een beetje een weg in moet vinden. Tenminste, zo voel ik het en dat gaat steeds beter. Maar wat doe je de hele dag? Ja, ik ben nu eigenlijk de laatste, nou ja, wat iedereen natuurlijk doet, je terras schoon spuiten en een lamp ophangen. En er moet er in de garage een zoldertje worden gerepareerd. Dat soort huishoudelijke klusjes. Maar nu merk ik wel de afgelopen week dat ik steeds meer weer met basketbal bezig ben. Ik heb contact met een jeugdcoach van Donar en we bespreken clips en situaties eigenlijk van wedstrijden die al geweest zijn. Dat is heel leuk om te doen, om ook iemand te helpen en om als coach een beetje samen met een andere coach te praten over basketbal. Maar ik merk ook dat ik eigenlijk de laatste week weer meer met basketbal bezig ben. Eigenlijk zou rond deze tijd het eindtoernooi voor studentenbasketbal in Amerika beginnen. En daar omheen zijn altijd een heleboel coachactiviteiten en coachclinics en dat soort dingen. En die zijn nu eigenlijk allemaal online. Dus dat betekent ook gewoon dat je per dag een stream hebt en een coach hebt die vertelt over zijn filosofie en waarom die dingen doet. Dus ik merk ook wel weer dat ik weer echt met basketbal bezig ben. Onderwerpen die je meestal niet zo erg uit aan het diepen bent, die nu weer naar voren komen. Dus dat is ook wel weer leuk. En ondertussen ook heel veel contact met familie, maar ook met Mijndert, met Hans, met de staf, met Ed. En met het team. Proberen zoveel mogelijk contact met iedereen te houden. Ja. En Jannes, voor jou, hoe ga jij met deze omstandigheden om? Nou, ik merkte eigenlijk toen ik op de weg hierheen reed, dat ik voor het eerst weer een glimlach op mijn gezicht kreeg. Omdat wij vanmorgen weer zelfschoonlijk een bestuursvergadering hadden en ook deel van de bestuursvergadering weer bezig waren met de toekomst. En ik vind dat wel heel belangrijk dat je weer als we voor jezelf een nieuwe toekomst probeert neer te zetten, waar je weer energie van krijgt en waar je energie kunt stoppen. Ja. En hoe vul jij je dagen in nu? Nou, ik kan echt wel zeggen dat dit de meest hectische 2 weken in mijn leven zijn geweest. Omdat toen er 2 weken geleden allerlei maatregelen kwamen. We als bestuur het was vrijdag de 13e bij elkaar kwamen. Om als het ware te kijken van wat betekent dit voor Donar. Er ontzettend veel op je afkomt. Om als het ware te komen naar een soort van beheerssituatie. Hoe komen we in controle? En wat gebeurt echt van alles met iedereen en om je heen? Nou, dat is dan het donorsdeel. Tegelijkertijd gebeurt er natuurlijk op je werk heel veel. Je werk moet je ook 1 keer allerlei dingen 1 keer anders doen of aanpassen. En wat betekent dat voor je werk? Ja, en het bijzondere voor mij was ook nog dat mijn vrouw zit op Curaçao om voor haar schoonouders te zorgen. Maar ook nog, ik thuis alleen ben en we hebben besloten dat zij voorlopig op Curaçao blijft. En dat betekent nogal wat, omdat je dan eigenlijk op alle 3 de fronten in 1 keer een verstoring krijgt van je normale ritme. Maar het is wel een hele bizarre situatie, hè? Het is een hele bizarre situatie waarbij je in je eentje heel veel dingen thuis allemaal moet gaan managen. Ratio en emotie lopen dan af en toe een keer door elkaar heen. Maar ik merk ook wel dat de sterkte van een bestuur, de sterkte van je eigen bedrijf en de sterkte gewoon van de mensen om je heen maakt dat je als het ware deze tijd erdoor komt. Ja. Op 12 maart werd bekend dat de competitie zou worden opgeschort en op 20 maart werd eigenlijk alles definitief gestaakt. Tweeledig, hoe reageerde jij daar in instantie op en hoe reageerde het team daarop? Nou, de situatie was eigenlijk dat wij op de dag dat het bekend werd dat het opgeschort werd, waren wij aan het trainen in Rode. Dus dat was eigenlijk wel heel vreemd, want Martin en Ronald, de bestuursleden, die waren daarbij en die kregen dat eigenlijk binnen op hun telefoon.
En tijdens de training was het dus al bekend dat we de wedstrijd van zondag die we toen hadden tegen Ares thuis, dat die niet door zou gaan. Nee, Ares uit was dat natuurlijk. Dat was ja heel vreemde situatie natuurlijk, want dan sta je ook wel een beetje, waarom zijn we hier bij elkaar, waarom staan we te trainen? Maar toen was het ook meer, we gaan het uitstellen tot 1 mei denk ik was toen het idee. Hoe gaan we hier precies mee om? Toen hebben we wel besloten om die training af te maken. Dat werd op zich goed getraind. Maar na de training hebben we toen met in ieder geval alle importspelers bij elkaar gezeten en gezegd: oké, hoe denk je hierover deze situatie? Wat is jullie idee hierover? Wat zou je willen? Denk daar eens over na. Toen de volgende dag, 's ochtends, terwijl het bestuur die vergadering had, wat Jannes net zegt, hadden wij een krachttraining hier in Martini Plaza. En tijdens die krachttraining was eigenlijk al een situatie dat een paar jongens al de beslissing hadden genomen om terug te gaan naar Amerika. En dat was ook een voorstel geweest van het bestuur. Hè, van, je hebt die keus om dat te doen. En we helpen je daarbij. Vervolgens was dat natuurlijk heel onrustig, want dat betekent ook dat een aantal jongens, die gingen met een taxi naar Schiphol. Fernand Taylor was er nog, maar die besloot ook eigenlijk tijdens die training van, ja, ik kan beter ook terug naar huis gaan. Want in Amerika dreigde ook dat daar een stop zou komen op de vluchten naar het land toe. Dus dat zou ook betekenen dat als je te laat was, dat je misschien of er niet in kon of in quarantaine moest of zo. Maar ja, in die tijd was het natuurlijk ook heel weinig bekend. We kenden alleen China en de situatie in Italië. Dus het was ook een beetje, ja, hoe gaan we hier goed slim mee om? En ook eigenlijk wel een beetje, we gaan weer vanaf 1 mei gaan we gewoon weer beginnen met de competitie. Dus dat was eigenlijk een hele onrustige situatie. We hebben toen uiteindelijk dat weekend iedereen vrijgegeven. Ik ben naar huis gegaan. Ik heb eigenlijk een schema gemaakt voor als we na 6 april weer bij elkaar zouden komen. Wanneer zouden de Amerikanen terugvliegen? Welke week zouden we beginnen met trainen? Wanneer gaan we een oefenwedstrijd spelen? Zodat we op 1 mei weer helemaal klaar waren. En ook gaan we oefenwedstrijden spelen. Jan Arend, onze krachttrainer, Jan Arend Vredeveld, gevraagd. Wil jij een schema maken voor de dagen dat zij thuis zijn? Dus ik stond eigenlijk in een stand, we gaan gewoon weer door en we moeten dit eventjes goed overbruggen en zorgen dat we niet te veel last hiervan krijgen eigenlijk. Maar goed, eigenlijk in die week werd al duidelijk dat, dat de maatregelen veel strenger zouden worden en dat eigenlijk de hele wereld hiermee te maken kreeg. Dus toen is er gewoon, en denk ik ook, een verstandig besluit genomen om te zeggen van, we houden het hierbij en dit is het. Ja. Jannes, de DBL, oftewel de Dutch Basketball League, heeft in een heel proactief gehandeld, denk ik, door heel duidelijk te communiceren aan iedereen van, we stoppen ermee en voor alle clubs, we zitten in hetzelfde schuitje, om maar even zo te zeggen. Hoe is dat gegaan? Was er heel veel overleg voor nodig tussen de clubs? Ja, we hebben eigenlijk wel dagelijks geschakeld. De week daarvoor hadden we in het DBL een reguliere overleg in Almere als alle clubs het scenario geschetst tot 1 mei. Er waren ook scenario's gemaakt van hoe gaan we dan verder met een aantal scenario's van competitie afmaken of halve competitie afmaken, een verkorte play-offs, et cetera. Allemaal heel snel en goed in gezamenlijk overleg gedaan. En eigenlijk leef je zeg maar, een beetje van wat op dat moment zeg maar, de regelgeving en de overheid besluit. En iedereen staat nog in de positieve modus van we gaan weer aan de gang. Het is een tijdelijk iets. We konden denk ik ook moeilijk inschatten de impact ervan. Want voor iedereen is het gewoon helemaal nieuw, denk ik, wat hier gebeurt. Hè. En dit zal ook denk ik de geschiedenisboekjes ingaan deze periode voor de toekomst. En al ras werd duidelijk zeg maar, met de aanvullende maatregelen, zowel in binnen- als buitenland. De Amerikanen die allemaal van alle clubs eigenlijk naar hun land terug wilden om te voorkomen dat er een totale lockdown kwam en ze niet naar hun familie zouden kunnen gaan in Amerika. Dat als het ware als heel snel binnen 1 à 2 weken wij hebben moeten zeggen van hey, we nu als het ware deze soort van nare situatie aan de kostenbeheersing gaan doen. Want we wisten dat zeg maar, de inkomsten stoppen gewoon. Ja, dan moet je gewoon naar maatregelen kijken om als het ware te kijken van hoe je als het ware in controle komt. En dan kun je maar beter een wat zwaardere besluiten nemen, zoals sommige mensen het vinden. Door als het ware te zeggen, hé, we stoppen. Want dan kun je als het ware vanaf dat moment kijken van hoe je als het ware die tijd die je als het ware de komende maanden nog te gaan hebt, doorkomt. Ja.
Erik, voor de hele sportwereld is dit natuurlijk een enorme tegenvaller. Wat denk jij, ja, hoe moeilijk is dat ook in te schatten, maar wat zijn de gevolgen hiervan voor de toekomst? Ja, dat zou ik ook echt niet weten. Maar dat het een impact heeft en dat het voor de toekomst, hoe gaan we met mensen met massa's om? Hoe gaan evenementen als bijvoorbeeld een thuiswedstrijd in Martini Plaza, hoe gaan die goed georganiseerd worden? Ik denk wel dat we een heel andere manier gaan kijken naar dit soort situaties. Naar een wedstrijd, een sportwedstrijd, veel mensen bij elkaar, hygiëne. Ja, ik denk dat dat allemaal een grote impact zal hebben. Maar tegelijkertijd is natuurlijk, afgelopen dagen gaan de nieuwsrubrieken nu eigenlijk feitelijk weer allemaal over de economie en wat de economische schade van alles is. En ja, volgens mij is het ook duidelijk nu wel dat de economie kan nog zo belangrijk zijn voor een land. En dat is het natuurlijk ook. Maar uiteindelijk kan gezondheid of één virus een economie compleet lam leggen. Dus hoe wij omgaan met gezondheidszorg en met dat zal ook denk ik heel belangrijk worden. En dat zal ook een andere impact gaan krijgen. Ik weet niet of dat precies voor de sport ook verandert. Maar tegelijkertijd voor de sport zal zeker ook de economische, maar daar kan Jannes veel meer over vertellen, zal absoluut een impact hebben. Ja. De vorige crisis die we hadden in 2008, 2009, die had een impact waardoor een heleboel budgetten gewoon naar beneden gingen en we even een tijdje een situatie hebben gehad dat alle teams gemiddeld veel lagere budgetten hadden. En als we nu weer in een crisis komen, dan zou dat een logisch gevolg zijn natuurlijk. Ja, maar even specifiek ook de toekomst. De jeugd heeft de toekomst. Kijken we even naar onder 21, onder 18. We waren enorm lekker bezig natuurlijk dit seizoen, zeker onder 21. Ja. Maar ook daar, ook voor potentieel jonge spelers, je hebt eigenlijk totaal geen idee, geen blik waar het naartoe komt en wanneer je überhaupt weer kan gaan trainen. Nee, dat is natuurlijk goed. Die onzekerheid is voor iedereen. Wanneer kan je gaan werken? Wanneer kan je huis weer uit? Wanneer gaan alle winkels weer open? Dat is voor iedereen natuurlijk lastig. En ik denk dat niemand daar iets over kan zeggen. Je ziet nu in China dat het uiteindelijk, en in Singapore, dat het toch weer aan het terugkomen is en dat ze weer opnieuw maatregelen moeten nemen. Dus ik denk dat wij ons moeten voorbereiden op een hele lastige zomer. En dat we een heel ander soort zomer zullen krijgen als we normaal gewend zijn. En dat alleen de tijd zal leren hoe de volgende seizoen en hoe we weer op gaan starten en hoe dat precies allemaal in zijn werk gaat. Ja, voor Dona geldt dat natuurlijk ook. Oftewel, de perspectieven naar de toekomst, Jannes, als we kijken naar de fans. Wat gebeurt er nu achter de schermen? Als ik het alleen al heb over bijvoorbeeld het verkopen van seizoenkaarten voor het nieuwe seizoen. Hoe gaan we daar nu mee om? Nou, inderdaad, ik sluit me eerlijk aan. Er zal een nieuwe werkelijkheid ontstaan deze zomer. Met een ander perspectief als waar we in zaten. We kunnen eigenlijk op twee manieren naar kijken van, ik denk inderdaad dat zeg maar qua begroting wel iets naar beneden zullen gaan. Dat is onlosmakelijk verbonden aan het feit van deze crisis. We hebben 275 BBC-leden, we hebben 1700 seizoenkaarthouders. Ja, het is een illusie dat als het ware in dat gremium niks gaat gebeuren. Ook wij zullen daarmee geconfronteerd worden. Tegelijkertijd, en daar hadden we vanmorgen in het bestuur ook over, kun je soms ook beter uit de crisis komen als dat je erin zat. Omdat het model waarin wij werken bij Donar, zeg maar, verbreding van zeg maar, inkomsten. En als we niet afhankelijk zijn van één of twee hele groten, kan in een crisis wel eens maken dat je er weer sterker uitkomt. En daar geloven wij heilig in. Wellicht kun je daar ook beter uitkomen ten opzichte van binnenland en buitenland. Je ziet daar ook in het buitenland, of het nog voetbalsport is of basketbalsport of NBA zelf, dat zeg maar, sponsoring en reclameuitingen vallen bijna gelijk stil in de crisis. Dus het is maar even de vraag van hoe gaat het zeg maar, met andere clubs in Nederland dan wel in het buitenland. Ja, er zal een aanpassing van de begroting komen en we zullen zien hoe wij ons daarin kunnen positioneren. Maar is het de intentie om ook in april, zoals ze gewoonlijk dat al doen, bezig te zijn met voorverkoop van seizoenkaarten voor het nieuwe seizoen? Of is dat ook iets wat we nu even on hold zetten? Nou, op dit moment hebben we het even on hold gezet. Kijk, als je seizoenkaarten in de markt gaat zetten en we weten dat we vele trouwe fans hebben, dus daar ben ik niet zo bang voor dat we daar grotere getallen gaan verliezen. Ik wil juist even een compliment geven en iedereen danken voor de warme woorden en de steun die we op vele gebieden en social media kanalen krijgen. Als steun van onze fans die zeggen van kom op, hou vol, we steunen jullie, doe dik en dun en ik blijf jullie trouw.
Dus wil ik even ook genoemd hebben naar de fans. Dank voor al die steun. Maar je wilt als het ware een perspectief bieden en zeg maar zoiets weer in de markt zetten. Op het moment dat je ook als het ware zeker bent dat de competitie weer start. En het mag nog maanden ver weg lijken, maar de tijd gaat snel. En voordat je zeg maar een economie weer op gang krijgt. En bedrijven ook zelf weer denken van van we gaan weer aan de start. En we kunnen weer als het ware met 4350 man hier in Martini Plaza terecht. Hè. De overheid moet het ook maar toestaan. Ja, je wilt ook niet als het ware alleen maar om de verkoop van de kaart een kaart in de markt zetten. Je moet, vind ik, als het ware een heel perspectief hebben dat als het ware seizoen start. Dat we hier massaal weer met z'n allen kunnen terugkomen. En dan vind ik dat we zeg maar, de seizoenkaarthouders gaan benaderen. Dus dat zal best nog een maandje kunnen duren. Erik, vorig jaar hadden we aan het einde van het seizoen zo'n prachtig gesprek op het bootje bij jou in Grauw. En hebben we het seizoen even beschouwd. Nou ja, er valt nu natuurlijk weinig te verschouwen. Maar aan de andere kant denk ik, laten we ook nog even terugkijken. Bijvoorbeeld naar het Europese avontuur. We hadden natuurlijk een zware pool met Spirou, Charleroi, Brussel en Pinar Carciaca. Groep E, 2 gewonnen. Alleen Leiden en Zwolle gingen door naar de volgende ronde. Achteraf is makkelijk praten, maar kwam het Europese seizoen voor Donar eigenlijk te vroeg? Ja, voor het team wat we hadden en voor de onervarenheid die we hadden, hadden we eigenlijk een paar maandjes extra moeten trainen. Nou is dat geen optie, dus dan kun je zeggen dat het te vroeg komt. Ik denk dat in de vorm die we hadden, bijvoorbeeld in januari en begin februari, als we die vorm hadden kunnen hebben, dus ook die trainingsuren konden hebben aan het begin van het seizoen, dan hadden we in de pool zeker doorgegaan naar de volgende ronde. We hadden een veel hoger niveau, gewoon omdat we meer met elkaar konden trainen. Dus ik denk inderdaad, als je het zo kijkt, dat het wat meer trainingsuren, gewoon het aantal trainingsuren ontbrak eigenlijk. En dan de basketbalcup, de finale gehaald tegen Ares. Achtereenvolgens Hoofddorp, Feyenoord, Landstede Hammers, een mooie serie gemaakt. Hoe belangrijk is eigenlijk nu het behalen van die finale van de basketbalcup? Nou, dat was belangrijk sowieso voor de club, omdat ik denk dat we ook in deze serie de favoriet waren om die cup ook te winnen tegen Leeuwarden. En dat was belangrijk om ons te garanderen van een Europees ticket. Dus in die zin ook begrotingstechnisch denk ik belangrijk dat de club wist dat ze Europees basketbal zou gaan halen. En tegelijkertijd is voor elke sporter, of ook voor elke coach, elke finale of elke prijs die je kan winnen, die moet je proberen te winnen. Want zoveel gelegenheden zijn er niet. Er zijn er maar 3 per jaar. En die moet proberen om zoveel mogelijk dus te verzamelen. En daarom is het ook hartstikke jammer dat we op het randje eigenlijk van het spelen van die finale deze beslissing is genomen. Maar volkomen logisch, maar... Dat deed wel heel pijn, heel veel pijn. Hè. Als ik kijk naar de reacties die ik terugkrijg van de jongens. Ik heb afgelopen week met alle jongens contact gehad, ook die in Amerika zitten. Dan is eigenlijk dat iedereen van op het randje eigenlijk van je eerste prijs winnen dit seizoen. En een soort beloning krijgen voor het vele trainen en het harde werken. Daarvoor doe je het als sporter. En zonder dat dat net niet gelukt is. Ja, Jan, dat staat nog steeds in mijn agenda. Zondag 29 maart zou hier in Martini Plaza die Basketball Cup finale gespeeld worden. Plan is nu van de DBL om daarmee te beginnen in het komend seizoen. En iedereen die daar een kaartje voor reeds aangeschaft heeft, dat blijft gewoon staan. Hè, tot wanneer die finale daadwerkelijk gespeeld gaat worden. Ja, we waren vrij snel uit ook in de DBL. Los van het feit dat het natuurlijk onder het NBB valt, snap ik wel. Maar... Kijk, je moet als het ware met een nieuw elan, een nieuw seizoen starten. En we vonden met z'n allen unaniem dat zeg maar, dit een belangrijke, mooie opening kon zijn. Zodat we met z'n allen weer in de entourage zouden kunnen komen van... Hey, groot feest, groot event, uitverkocht met Martini Plaza. Daar beginnen we het nieuwe seizoen mee. We laten het verleden achter ons en beginnen weer met de Supercup. En inderdaad, we hadden al, dacht ik, iets van 3800 kaarten verkocht. Geweldige ambiance natuurlijk, een noordelijke derby. En inderdaad, de kaarten die blijven geldig. En we hopen toch gewoon zo rond september gewoon de opening van het seizoen te doen met deze cup. Ja. Dan kijken we nog even naar de huidige stand van zaken in de competitie. Daar staat Landstede Hammers op 1 met 20 wedstrijden gespeeld. Donar op 2 met 22 wedstrijden. Den Bosch op 3 en Leiden op 4. Wat zegt dit, Erik? Wat betekent dit? Ik snap de vraag en mijn eerste reactie was niets, maar
Tegelijkertijd is het een weerspiegeling dat de top 4 heel dicht bij elkaar zit, denk ik, in de competitie. En dat dus ook een compleet terecht is geweest dat de DBL heeft besloten om geen kampioen te kiezen. Je moet kampioen willen worden op het veld en met een strijd. In basketbal gaat dat met een play-offs en een finale. En daarom denk ik dat het hartstikke terecht is geweest. Ik bedoel, ik weet, in Europa zijn een aantal competities die wel de nummer 1 hebben uitgeroepen tot kampioen. Maar de grotere competities zie je allemaal hetzelfde doen. Die laten dit seizoen voor wat het is en roepen geen kampioen uit. Dus in die zin heeft de DBL denk ik de juiste beslissing genomen. Maar het heeft wel consequenties, Jannes, de nummer 1, 2, 3, 4. Zeker als je kijkt naar Europese ambities van Donar. Ja, die afspraken die waren eigenlijk al vastgelegd. In principe hebben in de volgorde van 1, 2, 3 clubs recht op Europese basketbal. Waarbij de kampioen dan zich mag inschrijven voor de Basketball Champions League. Zwolle heeft daar zelf, dacht ik deze week ook in de media, aangegeven dat inschrijven voor de Champions League waarschijnlijk voor hun te ambitieus is. Omdat ze sowieso al qua zaal eisen niet daaraan voldoen. En het blijkt waarschijnlijk dat wij dus mogen gaan inschrijven voor de Champions League. Dat willen we ook heel graag. Soortgelijke situaties afgelopen seizoen. Soortgelijke situaties als afgelopen seizoen. En daarna bepaalt de stand op de ranglijst, conform afspraak in de DBL, de twee andere plekken. Ja. Dus er zal waarschijnlijk dan zijn landsteden Zwolle en Den Bosch. Ja. Wat separaat ook nog even loopt in de afgelopen periode is dat hele Benelink, oftewel de samenwerking met België. Ik heb begrepen dat we nou de volgende fase ingaan voor verder onderzoek. Wat vind jij ervan, Erik? Ja, dat is al eerder gevraagd. Het bureau dat onderzoekt, die heeft ook de coaches gevraagd. En daar hebben we ook een mening over gegeven. En ook trouwens de aanvoerders van de clubs, hebben daar, dus van de teams, die hebben daar een mening over gegeven. Ik denk de consensus bij als sporter en als coaches is vooral dat we graag willen dat er gewoon een Nederlands kampioen is. Dus dat het eindfase van de Nederlandse competitie hetzelfde blijft. Met play-offs, met een kampioenschap. Maar dat me goed voor kan stellen dat je bijvoorbeeld in een eerdere fase, aan het begin van het seizoen, een top 4 van Nederland tegen een top 5 of 4 van België laat spelen. In een uit- en thuiswedstrijd, zodat de eerste... Eigenlijk een soort eerste ronde van de Nederlandse competitie wordt ingevuld met een competitie tussen de twee landen. En dat doe je ook voor de top, hè, de laatste 5 in Nederland en de laatste 5 in België. En dat je dan vanaf kerst of zo rond die tijd, dat je dan je concentreert op je eigen competitie met 1 uit- en 1 thuisronde en de beker nog eens als competitie. En dat je dan, stel ook als je nog Europees wil spelen, dat dan eigenlijk het schema vol zit. Maar dat je dan wel, denk ik, in een heel vroege fase mooie wedstrijden kan geven aan het publiek. Dat je mooie teams hier op bezoek krijgt. En dat je in de Nederlandse competitie zie je elkaar natuurlijk 4 keer. Dat je dat dan probeert weg te halen. Dat je elkaar in de Nederlandse competitie iets minder ziet. En bijvoorbeeld hier Oostende en Antwerpen hier in de hal tegen kan spelen. Dat lijkt me als sporter mooi, maar ook als voor de fans lijkt me dat mooi. Ja, Jannes, ook dit is natuurlijk iets waar we geen idee hebben hoe dat er in de toekomst uit gaat zien. Heb je enige input daarover te geven hoe dat met die ontwikkelingen staat nou voor de Benelink optie? Nou, heel belangrijk is natuurlijk, wil je een competitie spelen van... Weten alle clubs deze komende periode te overleven? Dan moeten we eerst maar even aanwachten, denk ik. Maar als je even daar overheen kijkt, dan past in de tijdlijn van de keuze van een Benelink beste de komende en geschetste periode. We willen eigenlijk aan het eind van het jaar daar met de Nederlandse en Belgische clubs een keuze maken om pas het seizoen hierop daarmee te beginnen. Dus wat dat betreft... past die tijdlijn nog wel steeds bij de huidige situatie. En ook wij als bestuur van Donar hebben daaraan meegewerkt. En ik ben eigenlijk positief verrast over de uitkomsten van de potentie van in alle facetten van zo'n Benelink. Zowel voor de fans, de kwaliteit van de teams tegen elkaar, hoog niveau. Betekent meer aandacht voor tv en sponsoring. Dus ik denk als we het met z'n allen goed weten in te vullen de komende maanden... Dat we het beste als het ware weer een mooie stap kunnen maken. Ja. Even naar de spelers.
Je vertelde net al dat je contact met ze hebt gehad. Met van Thomas Koenis en van Jason Duris. Zo hebben we een video gezien vanaf de bank. Om ook iedereen sterkte te wensen in deze periode. Hoe is het met die jongens? Is dat teleurstelling? Natuurlijk. Maar vertel eens iets. Hoe verlopen die gesprekken? Ja, heel verschillend natuurlijk. De ene maakt zich grotere zorgen dan de ander. Zo zitten mensen natuurlijk als karakter in elkaar. Er zijn een aantal jongens terug in Amerika. Bijvoorbeeld Character, maar ook Donte. Die zitten echt in een lockdown situatie. In de steden waar ze zitten. Donte is ook wel een beetje een opgeruimd persoon. Dus die gaat er op een andere manier mee om dan Vernon Taylor. Die zich wat meer zorgen maakt over alles en de situatie. Ja, Vernon, om hem even mooi te noemen. Als je die op Instagram volgt. Ja. De meest bizarre filmpjes voor hem. Dat hij aan het gek doen is thuis. Leuk om naar te kijken. Maar goed, al die jongens zijn positief. Zijn gelukkig ook nog gezond. En hun families zijn ook gezond. Dus in die zin is dat positief. Maar iedereen gewoon teleurgesteld natuurlijk dat je eigenlijk op het moment dat de competitie beslist gaat worden en de prijzen verdeeld gaan worden, dat je het niet af kan maken. En dat je het seizoen niet kan, compleet kan maken. Dus in die zin is het, merk je gewoon wel teleurstelling, maar tegelijkertijd ook gewoon een bepaalde realiteit. Dit is waar we allemaal mee te maken hebben. Dit is hoe we ermee moeten dealen. En de jongens die hebben een hele lange voorbereidingsperiode voor het komend seizoen. Ja, trainen ze ook bijvoorbeeld nu? Nou, wat ik zei, vanuit de club hebben we trainingsschema's aan de jongens gegeven. Maar over het algemeen weet ik van de jongens die in Amerika zitten en de jongens die wij hebben, dat zijn serieuze professionals. En die zullen er zeker voor zorgen dat ze in conditie blijven en ervoor klaar zijn. Op het moment dat de competitie weer gaat starten of de voorbereiding gaat starten voor het komend seizoen, zullen ze er zeker klaar voor zijn. Ja. Wat we in ieder geval weten voor het komend jaar, hoe het dan ook maar zal uitpakken, dat Thomas Koenis, Leon Williams en Shane Hamming onderdeel zijn van Donar. Waarbij Shane natuurlijk alle tijd nu heeft om zijn hand goed te laten herstellen. Maar dat is ook wel het enige wat je ervan kan zeggen, neem ik aan, in deze fase, als je kijkt naar volgend seizoen. Ja, dat klopt inderdaad. Wat wel heel belangrijk daarbij te zeggen is dat we in het kader van het hebben van voldoende homecomb-spelers op dit moment de juiste goede mensen, zeg maar, een doorlopend contract hebben. Ja. Dus we hebben echt ook nog totaal geen zin om dan naar de toekomst te gaan kijken, naar nieuwe contracten of verlengingen of wat dan ook. Maar eerst maar eens afwachten hoe de situatie zich nu ontwikkelt. Ja, nou, de komende 1-2 maanden zullen we daar als ware nog op de achtergrond wel mee bezig zijn. En natuurlijk, je probeert wel een beetje een toekomstbeeld te schetsen. Maar je wilt eerst zekerheid hebben over, zeg maar, je begroting. En dat is vooral de komende maanden de grootste uitdaging. Hoe gaat de begroting eruit zien? Wat betekent dat, zeg maar, voor aantallen spelers, coaches, staf, salarissen? Dat is denk ik waar we de eerste 1-2 maanden onze val op gaan richten. En achter de schermen is iedereen bezig toch altijd wel weer met de toekomst. Hè? Ik sprak Martin vanmorgen nog eventjes natuurlijk in bestuur. Ja, Martin is zo'n man die namens het bestuur technische zaken doet. Nou, Martin kijkt eigenlijk elke dag naar potentiële spelers. En misschien zijn er ook wel bestaande spelers teruggekomen. Kan ik echt eigenlijk nu op dit moment niets over zeggen. Ja. We zitten hier voor de Donar Fanshop. Natuurlijk prachtig in Martini Plaza. En het initiatief is genomen om een Donar thuiswerkpak op te zetten voor de fans. Volgens mij heb jij die naast je liggen. Misschien goed om die even te laten zien. Want iedereen moet natuurlijk gewoon vanaf de bank of hoe dan ook maar vanuit het huis werken. Nou, Donar heeft het initiatief genomen voor een thuiswerkpak met een broek en een sweater. En ik kan u zeggen dat die voor €69 te bestellen is via internet. En dan moet je een mail sturen naar fanshop@donar.nl. Lijkt me ook wel wat voor jou, Jannes, dit. Nou, ik zal eerlijk bekennen dat ik al een vergelijkbare pak heb, alleen met de witte hoodie. Maar tegelijkertijd thuiswerken betekent ook wel serieus zijn naar je werk toe. Omdat ik word gewoon betaald om natuurlijk voor gewoon de C-pots te werken. Dus het is vooral in de avonduren dat ik zo'n pak aan doe. En niet tijdens mijn tijd dat ik als gewoon een C-potter videoconference moet doen. Hoewel het misschien een mooie promotie is, maar soms wil ik ook een beetje zakelijk blijven. Maar voor de fans een mooie, voor €69 het Donar thuiswerkpak te bestellen via fanshop@donar.nl. Tot slot, heren. De fans kijken natuurlijk naar deze video. Erik, wat zou je nog willen zeggen? En de camera is voor jou. Nou, ik zou vooral willen zeggen, blijf gezond, hou afstand. Doe wat we moeten doen om ervoor te zorgen dat dit zo snel mogelijk voorbij is. En hou je tij. Jannes. Ja, ik doe
speciaal eventjes het shirt wat open en een microfoon een beetje aan de zijkant. Want ik vind wat het mooie wat je ziet gebeuren is, maar je kunt als het ware wel een reclamenaam hebben of een marketingnaam, zoals veel bedrijven hebben. Maar het staat en valt met hoe je het invult. Nou, en ik ben er hartstikke trots op dat ik voorzitter mag zijn van deze club, omdat wij hier bij deze club het motto hebben van Together. Ik heb het speciaal ook aangedaan. Ik merk ook in deze tijden dat het Together-gevoel niet als het ware een woord is, maar als het ware ook in woord en daad en beleving als het ware zo wordt ervaren. We ondervinden enorm veel steun van de fans. En ja, blijf vooral gezond. Zorg dat we nuchter blijven. Hou je gewoon aan de voorschriften die de overheid voorschrijft. En dat zie ik ook natuurlijk wel terug hier in Noord-Nederland. We gaan er hier goed mee om. Hou je gezond. En we hopen jullie allemaal aan het begin van het seizoen weer een mooi perspectief te kunnen bieden. Met een prachtig team en weer een volle zaal. En ja, een goede zomer. Goed, heren, bedankt dat jullie de moeite hebben genomen hier even naartoe te komen. En natuurlijk ook sterkte en succes voor de komende periode. We zien elkaar ongetwijfeld weer. En Sylvia, hartelijk dank dat jij er vandaag even bij was om voor de doven onder ons in ieder geval de boodschap goed over te brengen. Dank je wel. Tot slot, met dank aan RTV Noord laten we graag nog wat mooie beelden zien van recente wedstrijden. Geloof zelf geeft de maat McCarthy met Koeman. Mooi gespeeld. Iskubic. En ja, daar kan de scheidsrechter niet meer terug. En dan toch nog Koeman. Van McCarthy opnieuw. En dan staat het weer gelijk. Mooi bal. Ja. Goal van Hamid. Met een, zoals ze noemen, een floater. Geen makkelijke bal. Dit is wel heel mooi gedaan van Dona. Ontzettend snel gespeeld. Opgemaakt door Thomas. Prachtige paas van Leon Williams. En dan mooi futseld hier door Vernon Taylor. Ja. En dat is altijd mooi om te zien. Ja. Als hij lacht. Hij laat even zijn spierballen zien. Nu dan Taylor weer in balbezit. Is hij nu eventjes hot voor Donat. Geeft hem aan McCarthy. En dan uiteindelijk de dunk van Dante Thomas. Love brengt de bal in het spel. En dan gaat hij naar De Russo. Ja, die moet van ver. Dat kan die. Zou dit weer. Oh ja, Jason De Russo. De specialist van afstand. Als het moet, doet hij het weer, hè. Leon Williams gaat er als een speer vandoor geven aan die andere Williams. En die maakt het af met Williams. Apollo nog een keertje. En dan van heel ver Kunis. Oh, Thomas Kunis. Oh, wat een geweldig schotje. Thomas Kunis brengt hier iedereen in extase. Ongelooflijk. Met Williams van heel ver. Zo. Uitstekend driepuntschot van heel ver. Met Williams. Schiet opnieuw. Heeft er zin in. Ja, die moet dus van verder af. Met Williams. Ja, twee driepunten van heel ver. Ja. Koenens die. Nou, zou zelf kunnen ook weer zoeken. Hier dan met een deur. Ja, dat is op zich een uitstekende oplossing van Thomas Koenens. De afloop misschien niet te lang blijven hangen met dit weer. Maar goed. Over. Wow, wat een dunk van Thomas Koen is geweldig. Hier alweer balbezit voor de Groningers. Vernon Taylor op Leon Williams. En ook dit is weer een schitterende score. McCarthy met Williams dan. Vanuit de hoek. Ja, die kreeg te veel ruimte. En dan is hij gevaarlijk. Williams. Schiet. En hops, daar gooit hij er zomaar weer in. En dan opnieuw Matt Williams. Zo. Oh, oh, van heel ver. Oh, oh, oh. En dat is onze zesde drie punten van deze wedstrijd. 20 punten in totaal. Opnieuw de hand. Williams. Oh, oh, oh. Wat is hij oké. 7 drie punten nu. Van heel ver. Oh. Ho, ho, ho. Matt Williams, 8 drie punten.
Ja, en dan wordt hij weer gezocht. Gaat hij het doen? Ja, krijgt hij terug natuurlijk. Gaat deze ook? Oh, Matt Williams! Een clubrecord gegeven had. 9-3 punten. De enige die dat eerder deed was Travis Young. En dan Adetunji nog een keer. Oh. Zijn tweede score. Wat een prachtige paas van Drew Smith, die niet zelfzuchtig is. Dante Thomas. Ja, via Bornhout te benen. Dante Thomas. En ook die mist een maat. En toch via de rebound. En de score van Dante Thomas. Ja, en dan zit de sfeer er goed in. Bal veroverd door Thomas Koenis. Shane Hamming kan eruit. Geeft hem aan Dante Thomas. Kert de lat. En de tip in van Shane Hamming. Koenis. Ja, mooi op Matt Williams. En hij vergroot het verschil naar 12. Vernon Taylor schiet. Ja, en nu is het eindelijk raak. Vernon Taylor met zijn eerste score. We gaan het meemaken. Vernon Taylor. Schotje. Ja, en dat is een schot. Dat neemt hij graag. Smith kan schieten, maar de rebound is voor de Russo, goed gedaan. Schot nog een keer van Smith, ja, en nu is het schot wel raak van Andrew Smith. En Taylor. Thomas moet wel wat voorzichtig zijn, speelt een garage, is goed verdediger. Ja, Vernon Taylor opnieuw en kijk hem losgaan. Ja, dit is mooi voor hem. Taylor schiet opnieuw natuurlijk, want die heeft de smaak. Heel erg te pakken. Vernon Taylor is helemaal los vandaag. Verschil 15. Het is allemaal nog wel safe. En Taylor dan misschien nog een keer. Ja, natuurlijk. Vernon Taylor nog een keer. Hij had de genadeklap eigenlijk al gegeven. Een mooie slotfase is van deze wedstrijd. En dan een mooie worp op Carrington Love. En de worp kwam van Vernon Taylor. Balbezit Donar, snel meegegeven. Smith gaat het zelf doen. Ja, natuurlijk, de dunk van Andrew Smith. En het wordt alleen nog maar mooi.